Er bleek uit de informatie dat er een gijzeling gaande was hier in de Rotterdamse haven. Daardoor werd M-Squadron van de Marshof ingezet om deze situatie te beëindigen. Er was een gijzelingssituatie gaande en aan de hand van een reactieconcept zijn wij ingezet. Ik moet dingen natuurlijk altijd vanuit twee hoeken bekijken, als operator en als medic. Ik maak me zorgen om het welzijn van de slachtoffers en natuurlijk ook om de dreiging, want die moet eerst beëindigd worden. Tijdens de instap in de loods zijn we gestuurd op heel veel slachtoffers, daar worden explosieven afgegaan. Voor mij is het op dat moment taak om te zorgen voor deze slachtoffers en de rest van de club gaat verder met de interventie. Tijdens de inzet troffen wij meerdere terroristen aan, een aantal slachtoffers. En nou, die situatie hebben wij beëindigd.